prima voorzetten, maar ik heb echt heel veel tijd nodig om die bal te controleren. Dat moet toch sneller kunnen? Ja, dat moet zeker sneller kunnen. Je moet de bal nu nog maar één keer raken. Gewoon vanuit de voorzet? Vanuit de voorzet één keer raken. Oké, we proberen. Oké, succes. Oeh, het lukt me niet in één keer. Probeer naar de bal toe te bewegen, want dan ben je eerder bij de bal en kun je dus sneller schieten. Oké. Mooie goal. Ging al beter. Ja, gaat het inderdaad een stuk beter met dat inlopen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar we gaan het iets moeilijker maken. Want we gaan nu proberen om de bal één keer te raken. Dat noem je een volley. Een volley, oké. En wat is daarbij belangrijk? Daarbij is hartstikke belangrijk dat je op het juiste moment de bal raakt. En dat juiste moment is wanneer de bal gaat dalen. Oké, dus je moet weer inlopen? Weer inlopen en de bal in één keer raken en tegen de touw aan knallen. Oké, ik ga het proberen. Goed. Van timing, die volley, en goed oefenen. Dus ik zie je volgende week.